We zitten op de Kingdom server. Wie hierin moet komen, dus record samengevat, je joint de server. De Discord van de hoofd-Discord van Kingdom staat ook in de beschrijving. Kun je dat ook lekker joinen als je dat wilt. Oh, ik kan nog even dit aan. Maar in ieder geval welkom bij deze eerste video. In deze video ga ik een tour geven wat wij van onze havenstad hebben. Het is in principe de stad waar ik ook in zit. Ik ga gewoon een kleine tour houden hoe alles eruit ziet, wat we tot nu hebben. En natuurlijk het eindste stuk van de video laat ik natuurlijk ook de uitstand zien van hoe het eruit ziet als het helemaal vreed klaar is. Zo, dames en heren, hierbij ga ik jullie even een tour geven van wat allemaal in onze havenstad ligt. Laten we even vanaf boven beginnen, dus ik zie ik jullie zo. Zoals jullie zien, dit is een muur. Het is een beetje donker, dus zie je het een beetje kut met deze shaders. Als jullie trouwens een betere shaders hebben, laat het maar weten. De Bloodwind Discord staat in de beschrijving als de hoofddiscord. En ja, dit is eigenlijk vanaf het begin. Dit is de landscaping. Dit is natuurlijk de westkant van de muur. En dan hebben we natuurlijk ook de oostkant. Dus gaan we dat even laten zien. Ja, let allemaal niet op de waypoints, dat is gewoon voor de show. Dit is natuurlijk de eastkant. Zo, dan zie ik jullie zo meteen als ik binnen ben. Nou, dan zou je hier bij de... Ja, kom je de stad in. Er zijn overige huizen. Dit is de smederij. Of slager bedoel ik, sorry. De guns zijn hier ongeveer een stuk of, denk wel van 40, 46 huizen. Kom je hier naar het hoofdgebouw. Dan moet de interieur moet nog gefixt worden. Dat is zo snel mogelijk gefixt. Het is een beetje kut dat je niet zo goed ziet als je in de nacht is. Dus overigens zijn het alle huizen. Dus eigenlijk die look als je vanaf het zuiden komt. Kijk maar. Ja. Ik laat het een beter preview zien. En je ziet eigenlijk een beetje de looks uit. Kan ik even naar F1. Jump even hier naar beneden. Komen er waarschijnlijk ook nog een boot. Wat boten komen er nog eraan. Maar dit is eigenlijk de preview van hoe alles te werk gaat en hoe het eruit ziet. Per huis is het ook een beetje verschillend. Sommige zijn iets groter, sommige zijn iets kleiner. Natuurlijk is ook de bedoeling dat je zelf de interieur gaat fixen. Aangezien iedereen het anders wilt natuurlijk, dan is het moeilijk elke huis hetzelfde maken. Aangezien de mensen die inwonen eigen idee hebben hoe ze hun huis binnen willen hebben. De regen moet toch gefixt worden, dus dat is het probleem niet. Echt zozeer. Zo, zulke huis. Natuurlijk is dit niet helemaal het gedeelte helemaal. Er zijn nog kraampjes, die worden ook nog later gefixt. Dus dat is het probleem niet. Het ziet er best wel mooi uit met die shaders. Dus eigenlijk gewoon de uitkijktorens. Hier met de vier handen toren geclaimd. Hier is de bakker. Vier, ja. Hier is de bakkerij. Nog een klein ding wat misschien gefixt moet worden, maar dat is sowieso wel gefixt de aankomende dagen. Ik kan natuurlijk ook voor elke zaak een beetje omhoog. Ik weet dat het een beetje donker is, maar
Even kijken, we moeten een beetje de shaders te fixen. Hier kun je de muur op. Natuurlijk zou het niet helemaal klaar met de stad. Er komen nog heel wat dingen bij. Sowieso, dus denk ik aan een BFV-poort. Dat is eigenlijk een betere uitzicht. Ik kan daar helemaal naar boven gaan. Denk ik wel het handigste. In de eikeltoren te kijken. Kijk, hier zit er een betere preview van. Mooi toch? Dat heb ik best wel snel afgerond. Mede dank aan iedereen die heeft meegeholpen met het bouwen ervan. De resource fixen. De grote mensen van Meadow zelf. Dus eigenlijk is dit eigenlijk de bovenkant momenteel van Meadow. Vergeet ook niet dat er wat bootjes ook komen. Achteraf. Dus dit is momenteel wat er op dit moment staat. Dan gaan we die muur zo op. Zo. En hier komen gewoon water. Water. Tevoorschijn. Nou, dat moet nog geplaatst worden. Dus het komt allemaal goed. En zometeen ga ik even de base laten zien van ons. Ik weet niet wat we hebben, maar wat voor base we onder ons ook hebben. Dus dan zie ik jullie in principe zo weer terug. We zijn aangekomen bij de base. Dit is onze base, waar onze research komen. Voor bouwblokken. Dat zijn de privé chesten voor iedereen. En natuurlijk de public gear. En ores. Is iemand daar bezig met de spanner? En dan is hier de ijswee richting span. Natuurlijk komen er ook wat meer tours. Dus van Kingdom algemeen is de updates van elke stad of span. Uiteraard. Dus vergeet dat ook allemaal niet te checken. Kijk, kan ik nog meer laten zien wat er al zien. Hij is al donker. Wat even een series hebben waarbij je wat meer licht ziet. Dat is ook wel smakelijk. Daar kan ik eerst van. Kijk, ik moet even de series even zo. Dus ik kan nu best een dekje weg trouwens. Wat mensen gaan denken. En hier is gewoon wat we uit hebben gehakt voor eventueel, ja, resources en ores dat we nodig hebben. En ook niet vergeten, elk huis dat er is, kan je huren. Dus voor de mensen die momenteel geen huis hebben of geen base hebben, kunnen hier altijd komen om eventueel een huis te huren. Voor mij kun je het nog op het moment niet kopen, dus dat moet ik nog even naar kijken. Er komt waarschijnlijk al wel iets in de richting, omdat je een vast huis kan kopen. Dus donder de shaders. Oh shit, we gaan naar de verkeerde kant. Donder is met shaders even niet lopen. Hier even een kleine paardengilde. Paarden, gewoon paardenstal. Laten we onze paarden even zetten. Heb ik voor de rest nog iets gemist eigenlijk? Ja. Niet echt. Dit was het wel een beetje wat op de moment staat. We hebben de bakkerij gezien, is met de rij. Lager hebben we. Dus ik denk dat dit in principe een kort tour is wat er op dit moment staat. Op de havenstad Meadow. Vergeet blijf niet te liken, abonneren. Volg me op Twitch, link in de beschrijving. En ik zie jullie bij de nieuwe video. Of livestream. Adios, amigos.